Vrijwel dagelijks moet Stadswerk 072 op meerdere plekken in Alkmaar grofvuil en vuilniszakken verwijderen die naast de ondergrondse containers of gewoon op straat zijn gedumpt. Bewoners laten hun spullen en afval vanuit gemakzucht achter. Jazeker, we hebben ruim 1/3 meer aan afval wat mensen met thuiswerken produceren. We krijgen nu veel dumpen en dat mensen het toch maar neergooien zonder dat ze echt doorhebben dat er daardoor heel veel extra vervuiling op de straat komt. Normaal gesproken haalt Stadswerk na afspraak het grofvuil aan huis op. Maar die dienst ligt door de coronacrisis stil. Het grofvuil, het snoeiafval, bruine witgoed zoals elektrische apparaten, dat hebben we even op hol gezet om ons personeel te sparen. Afval moeten we sowieso blijven halen, lijkt me ook wel verstandig voor iedereen. Maar als wij 2 weken niet komen, dan is iedereen toch echt niet blij, denk ik. Er zijn plekken waar wel heel erg veel de sociale controle en dat mensen elkaar erop aanspreken. Van joh, zet het nou even gewoon toch terug in de tuin of gooi het niet zomaar op de grond neer. Gelukkig. Het zou best kunnen hoor, dat mensen toch even wat meer daar nadenken bij hun eigen leefomgeving. Ja, die vervuil je toch niet zomaar, je eigen leefomgeving.